We gaan... Kletskoppen maken. Juist, zeg het maar, kletskoppen. Een koekje wat je niet zo gek veel meer ziet in winkels. Waarom niet? Bij heel warm weer of als het regenachtig is, dan worden die dingen onmiddellijk binnen een uur, kan je ze ombuigen. Zijn ze niet meer krokant? Want het is heel veel suiker. He, drie keer zoveel suiker als boter. Maar waarom gaan we ze even doen? Ik kreeg een mailtje enige tijd geleden van Nettie Heikamp, een dochter van een bakker. En de bakker is maar 51 jaar geworden, haar vader. En zij heeft eigenlijk nooit met hem koekjes kunnen maken. Maar ze herinnert zich nog dat hij kletskoppen maakte. En die maakt ze nu ook. Zij heeft haar recept aan mij gestuurd. En nou, dat ga jij nu maken? Nee, dit is toch uit het koekjesboek, maar het is gewoon hetzelfde. Drie keer zoveel suiker als boter. Zij doet dan een beetje water en ik doe melk. Nou, dat maakt echt niks uit. Kaneel en zout doet zij ook uiteraard. Amandelen. Zij doet dan amandelen en hazelnoten. Voor de rest is alles hetzelfde, snap je? Dus in feite is het ook haar recept of van de vader. Nou, dat vinden we heel leuk om dat nu even te maken. Nettie, we gaan het zien. Ik heb hier afgewogen. 30 gram boter. 30 gram boter, 100 gram bastardsuiker, een snufje zout. Een snufje kaneel. Kaneel. Er staat in het boek ook een snufje kaneel, maar dat mag eigenlijk wel een halve theelepel zijn, hoor. Dus dat is wel weer wat meer. Zo moeilijk om dat in gewicht uit te drukken. De amandelen heb ik heel even eerst in de oven gehad, want die kletskop zit er maar een paar minuten in. En dan zou die amandel taai zijn. Dus die is even een minuut of vijf in de oven. En dus die heeft al een kleurtje, dus die is al krokant, snap je? 30 gram amandelen. Juist. En hier staat het Zeeuwse bloem. 50 gram Zeeuwse bloem. Juist, ik doe hem iets groter. Alles bij elkaar, behalve de bloem. Zo, de melk ook. De melk ook, heb je die opgenoemd? Nog niet, heel goed. 20 gram Ja, natuurlijk, ik had het over melk. Je kan water ook nemen, maar god. 20 gram melk. Ga jij even mengen? Kan met de hand, maar kom. Dit gaat sneller. Tuurlijk. Doe maar. Met deeg haken, als je dit met... Van die gatjes doet, dan blijft het heel hard zitten. Dat kan, zo mogelijk. Kijk, dit is een zetdeegje. En het is onmogelijk om dat met een gatje te doen. Je kan kletskoppen op twee manieren maken. Je kan er een spuitdeegje van maken en dan moet het in de spuitzak. Maar door die amandel is dat heel lastig. Ik vind het fijner om het even zo te mengen, bloem erbij en dan even koel weg te leggen, snap je? Ja. Zo is goed. De bloem, die komt er altijd achteraan. We doen zo meteen kleine knikkers op de plaat. En heel heet, een paar minuten bakken. Daar moet je eigenlijk gewoon bij blijven. Heel makkelijk, ja. Maar je begrijpt het, dit is zo'n atypisch recept van een boterkoekje. Zoveel suiker zit er in geen enkel ander recept. Maar dat zorgt er ook voor dat hij helemaal plat en staat te spetteren, weet je wel? Ja. Vandaar de naam kletskoppen. Hij maakt geluid. Hij staat te praten. Ja, zo is het goed, Stella. Maak jij de haakjes maar even schoon. Hier. Zo. We gaan achter elkaar door. Thuis zou ik dat nou niet doen, maar ik wil het even achter elkaar laten zien. Want je wilt liever dat hij steviger is, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, als dit een uurtje in de koelkast ligt, werkt het veel makkelijker. Maar we gaan even laten zien dat het ook zo, dat het zo kan. Ik pak even wat bloem. Zo. Nog even mengen een beetje. Je snapt het, hè? Gewoon in de koeling, hè? Ja, dit moet je thuis, dit moet je thuis niet willen. Het zijn maar 40 koekjes. Ongeveer. Dus dan gaan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk. De plaat is licht gesmeerd, zie je. Nooit op bakpapier of op een matje. Dus het enigste wat werkt is... Invetten.
met boter, met inkwasten. Waarom niet op een matje dan? Dan stremt hij. Geef ze even afstand. Ze worden groot hoor, dus flinke afstand. Hebben we nog een plaatje nodig? Ja. Leg maar op. En nog eentje. Krijgen we er nog een paar. Zo. Kijk, flinke afstand. Nou, nu drukken we ze zo plat. Doe maar. Want dan help je ze alvast eventjes, snap je? Want als je het zo doet, dan blijft het in het midden een hoopje. Kijk, ik wil toch nog even dit benadrukken. Gewoon een aluminiumplaat van een paar millimeter. Dit zijn de platen waar je doorgaans mee werkt. Maar begin er maar eens aan om die kletskoppen hier in zo'n bak te doen. Dat gaat gewoon niet. Dus als je meerdere keren koekjes bakt, laat dan zo'n plaat eventjes maken bij een ijzerhandel. Die hebben dat aluminium op voorraad, die snijden het. Je haalt er een schuurpapier langs, je maakt die hoeken een beetje rond, klaar. Stella, gooi maar in de oven. Ja. En dat is letterlijk, moeten we erbij blijven. Hoe lang moet ze in de oven? Nou, enkele minuten. Ik ga niet twee of drie... En hoe moet de oven zijn? 200. Ja, op het rooster. Ja? Ja. Hier? In de 17e eeuw, is er een schilderij gemaakt van een weeshuis. Het Almoezeniers Weeshuis. En het is nu in depot, maar dat heeft heel lang in het Historisch Museum gehangen. Nu Amsterdam Museum. En dan zie je een jongetje, die komt met een aanbeveling, met een bode. En dan zitten die regenten achter tafel. En die jongen, die heeft een soort kroeshaar. Onder de tekst staat, hij heeft kletskop, oftewel favus. Dat was een besmettelijke ziekte, ondervoeding, armoe, vervuiling. En nou in Leiden, wat bij uitstek een hele arme stad geweest is in de 18e eeuw, daar heette het koekje, want daar kwam het veel voor, daar heette het kletskop. De kletskop heette daar zere hoofdjes. Oh, ja. Dus, en nog in Leiden bij de banketbakkers, in ieder geval in de tijd dat ik er wel kwam vanuit Voorhout, vanuit de internaat. De banketbakkers verkochten deze koekjes als zere hoofdjes. En dan moet je je voorstellen, ja, dat zo'n hoofd zag er dan ongeveer zo uit. Nou ja, dat wou ik even vertellen. Toch ja. Hè? Ja. Nou, goed. Ze zitten er nu 2 minuten in, dus je ziet hoe kort het moet. Ik denk nu nog 1,5 minuut. Deze kletskoppen hebben er nu 4 minuten in gezeten. In een andere oven zou het best 3 kunnen zijn of 5, maar dit is de kletskop. En ik ga deze er even inzetten voor zometeen. Het zijn maar 35 koekjes. Stella, kijk, ze zijn er nu 30 seconden uit. Ik spreek bijna in secondes. Ik heb hier een plamuurmes. 1 à 2 minuten wachten. Yes. Nu beschadig ik ze nog. Het lastige is, wacht ik te lang, dan breken ze, snap je? Ja. En dan mogen ze best terug op de plaat, zo, op die vette plaat. Een beetje een warm werkje. Als ze maar ervan afgehaald zijn, en nogmaals, ze zien er een beetje donker uit, maar dat is de kanelen. Zie je, dus dit is het moment, hier zijn niet eens 20 koekjes op een plaat, dus geef ze de ruimte. Want je ziet het al, hier moet ik ze dan lossteken. Dat is toch ook een beetje dom, want je wil ze mooi rond hebben. Ja, het is warm. Kijk, prima. Dat zit niet meer vast. Dit is hem. En zoveel suiker, ik zeg het al, als jullie ze thuis willen maken, doe ze maar in een plastic, dus na afkoeling natuurlijk, een plastic zakje in een koektrommel. Het kan niet luchtdicht genoeg zijn. Ja. Zeker met dit weer. En eruit halen wat je nodig hebt en hup, dicht. Want als dit taai wordt, dat is niet lekker, het moet krokant zijn. Ik vind geen lekker koekje, ja, maar het is toch leuk om ze te maken, want een heleboel mensen hebben er herinneringen aan. Ik zie ze wel, ik noem geen namen, bij de supermarkt, maar dan zijn ze heel dik. Dat is vies. Je moet er doorheen kunnen kijken. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.